Deze bizarre periode is voor ons allemaal heel erg wennen. We zitten thuis. Wat doen de inwoners uit de Noordkop als ze thuis zitten? Er zijn heel veel mensen die leuke ideeën of tips hebben. Zoals een paar stukjes maken van spullen die je thuis hebt liggen, tot hoe je thuis les kunt geven of welke boeken je nu online kunt lezen. Maar ze kunnen ook gewoon positief nieuws hebben. Zoals de koeien die weer voor het eerst naar buiten mogen en helemaal uit hun dak gaan. Ze laten het zien in het Positief Quarantainejournaal. Mijn naam is Edwin van Berkel. Ik ben 7 jaar leerkracht in het basisonderwijs. Maar nu dat scholen vanaf 16 maart 2020 natuurlijk gesloten zijn, is het lastig om les te geven. Voor kinderen is het ook lastig, voor ouders is het lastig. Alles moet nu thuis gebeuren. En voor die mensen die vragen hebben over bijvoorbeeld praktisch huiswerk, of ze zoeken tips of tricks voor thuisonderwijs, kunnen ze bij mij terecht op een online platform via Instagram en Facebook. En dat platform dat heet Vraag Meester Edmaar. Dus heb je hulp nodig? Zoek je tips of tricks? Weet je een vraag niet op te lossen voor het rekenen, taal of spelling of wat dan ook? Vraag Meester Edmaar. Doei kijk. Doei. Hoi, ik ben Freya van Consumentenhuis Het Fundament. En onze tip voor wat vrolijkheid is zelf een paasstukje maken. Met maar een paar benodigdheden zet je zo een leuk paasstukje in elkaar. Je vindt een instructievideo op onze Facebookpagina. De stal is helemaal leeg. Alle koeien lopen lekker buiten. Maar gelukkig hebben we de schaapjes nog. Ga je ze een beetje eten geven, hè? En binnenkort hebben we lammetjes. Heb jij nou ook een leuke tip of idee? Of heb je positief nieuws wat je graag zou willen delen? Je kunt een filmpje opsturen van maximaal 30 seconden of een mailtje naar leslie@regionoordkop.nl.